Yo mensen, het was natuurlijk weer een tijd geleden dat ik een video heb gemaakt. En natuurlijk gaan we met deze video nog positief beginnen en gewoon niet, geen roast maken deze keer of zo. Ik denk dat het gewoon nu tijd is om lekker gewoon een game te spelen en gewoon lekker denk. Ja, en we gaan natuurlijk ook een beetje over de commentaar over hoe ik Season 5 vind en dat soort dingen. Ik vind natuurlijk Season 5 een leuk iets en dat vind ik natuurlijk geweldig. Maar natuurlijk, dat zie je allemaal in de video en ik zie jullie in de video. Doe alvast een blauw duimpje alvast omhoog. Maar jongens, gewoon, wat vind ik van Season 5? Season 5, ik vind het perfect. Gewoon, ze hebben een nieuw stuk woestijn, wat ik natuurlijk in deze video laat zien. Maar ik vind de woestijn in principe het vetst gewoon, want het is gewoon iets waar we gewoon wel wat op gewacht hebben, variatie. In principe, het is denk ik wel wat vetter en natuurlijk, de woestijn geeft een beetje het gevoel van GTA en natuurlijk even andere games. Maar in principe, ja, ik vind het gewoon een vette video. Ik vind het gewoon een vette seizoen. In vergelijking met vorige seizoenen vond ik ook wel tof, maar deze vind ik toch niet zo wel tof schoon. En ik ben natuurlijk heel blij met dit seizoen. En natuurlijk, waarom? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb er was een tijd, een paar dagen geleden, dat ik een roast over Tijden had gemaakt. Ja, hij reageerde natuurlijk op en die video had best wel wat haat gekregen. Maar jongens, het is niet voor jullie bedoeld, maar het was zelf gewoon om aan te spreken van, hé, luister, en dat soort dingen. Ik vond het natuurlijk wel echt gewoon een beetje een kut video, mocht ik zelf zeggen. Ik vond het zelf ook leuk om te doen aan content, klopt, maar ja. Raad moed en ja, de reden waarom ik hem geroost, dat was een heel veel andere reden, Tijn. Weet je zelf ook. Maar gewoon, ja, natuurlijk gewoon. En natuurlijk hebben we het over Season 5. Waarom heb ik het over Season 5? Season 5 vind ik wat beter in tegendeel. Waarom? Bijvoorbeeld de wapens zoals de SMG is heel erg OP geworden. Want ik echt een nadeel vind van Season 5 gewoon, het is anders. Gewoon wat ik anders vind, wat ik nu ga vertellen, is gewoon de game mechanics werken anders. Zoals je ziet, ammo count en mijn timer werkt heel anders nu. En natuurlijk het schietsysteem. Het schietsysteem is denk ik één van de belangrijkste, maar dat is heel erg veranderd. Zoals je ziet, sommige wapens zijn knetterhoog geüpgraded, zoals ook andere zijn gewoon knetterlaag geworden, zoals dus Scar. Hebben wat een debuff gekregen. Ja, en de Scar is natuurlijk gewoon, het is wel natuurlijk altijd een fijn wapen natuurlijk, maar wat ik echt één nadeel vind is het eindscherm, de final kill. En wat je laat zien, de final kill bedoel ik ook, het wordt ineens heel raar. Maar ik ga je nu laten zien en ik vond het heel apart gewoon, het was gewoon heel raar, want het geeft het gevoel, zo ziet dus de final kill en tot de dummers. Ik weet niet hoe Fortnite het heeft ineens staan en dan komt ze met een Scar. En kijk, zie je? Het is ineens heel laat. Dus... Maar wat ik heel erg merk van de Season 5 is de Victor Royale en de wapens. En sommige wapens zijn knetter OP geworden. Maar sommige, bijvoorbeeld de shotguns, zijn ineens gewoon shit. En kijk, dat is het hele probleem. Epic. Ik vind het hartstikke goed, Season 5. Maar gewoon... Laat de core mechanics gewoon met rust. Fortnite draait om bouwen. En om schieten. Dat is mensen waar heel veel fans zijn. Je ziet, de Scar heeft minder, volgens mij minder accuracy. En dat vind ik echt heel kloot geworden. Ook sommige wapens zoals de shotgun of... volgens mij de shotguns zijn heel gedebuffed. En de wapens, zie je, de Scar heeft minder snelle recoil. Of het ligt van mij. Ook sommige wapens, zoals de Scar, of je ziet daar, waar ik nu gewoon ga zien, is het pictoriaal scherm. Het is een heel ander gevoel. Zoals je ziet, het is echt, ik ga je dat nu laten zien, want het is echt heel apart. Zoals je ziet, het is ineens gewoon, het is ineens heel anders. En natuurlijk, dat vind ik gewoon iets wat ze wel, het is een beetje een win-win, maar ook weer een nadeel en een voordeel, een nadeel. Het nadeel is, waarschijnlijk is het van, dat... De playerbase, inderdaad, de man die het laatste schot heeft, gewoon ineens gewoon het beste win heeft. Want zoals je zag,
Want bij die Victory Royale van seizoen 5, het is een heel ander gevoel. Het lijkt alsof de timer voor iemand anders heel slow gaat en dat het wel eerder begint. Een soort van voordeel hebt en daar moeten ze op letten. En dat, zijn mijn verwachtingen dat als ze dit zo gaan voordoen, zoals Luck Based, dat ze de game gewoon gaan verpesten. En wat ik Epic waarschuw, de hele community waarschuwt, blijf van de core mechanics af. Ja, ik vind het natuurlijk wel heel tof hoe ze gedaan hebben. De Battle Pass vind ik ook wel tof, alleen het is iets gewoon. Het is wel een nieuwe Battle Pass. Het is wel gewoon een ander gevoel natuurlijk. Maar hoe de Battle Pass gewoon, natuurlijk, het zijn fucking vette skins, geloof me. Het zijn echt vette skins. Maar ik ben zo blij gewoon dat ze eindelijk gewoon niet Fortnite gewoon. Ze hebben een nieuw gedeelte van de map toegevoegd. En dat vind ik heel knap, want Epic heeft dat echt een lange tijd niet gedaan. Volgens mij bij seizoen, eind seizoen 2 of 3, begin seizoen 3, hadden ze dus het ding gedaan. En natuurlijk was dat super, super gaaf van hen. Natuurlijk, ik vond het echt geweldig, maar zoals de wapens zoals de RPG zijn wat, volgens mij, als je het vergelijkt met een vorig seizoen, het is slomer. Het is slomer en kleiner, wat ik natuurlijk heel raar vind. Nou, het is een ander gevoel, dus de timer, het is een beetje meer kinderachtig geworden. En ik vond dat is voor dat het is een 12-jarige game. Ja, dat is het bedoeling, maar ik vind het een heel ander gevoel. En het, natuurlijk jongens, de timer zit er natuurlijk op, maar doe alvast een duimpje omhoog en abonneer. En natuurlijk, like mijn video's, doe een reactie achter, want ik ga waarschijnlijk morgen weer een video uploaden. Want het is nu knetterheet en ik ga denk ik gewoon even naar buiten. Want natuurlijk gewoon is wel chill, een beetje buiten, naar het strand en dat soort dingen. Dus natuurlijk gewoon jongens, doe een duimpje omhoog, abonneer op mij. En natuurlijk, ik zie jullie allemaal in de volgende video. Nou, ja, doe maar. Start met de video. Bye bye, Sla. Bye bye, joe.